NEC speelde dinsdagavond een oefenwedstrijd tegen Al Jazeera, dat onder leiding staat van de Nederlandse coach Henk ten Cate. In Weert wist NEC met 2-1 te winnen. Aan de Nijmeegse kant ontbraken Gregor Breinburg en Anders Atjebar. In de tweede helft was het Arnoud Groeneveld die de bal op de penaltystip aangespeeld kreeg en de bal in één keer binnenschoot. Even later had Slegers een grote kans op de 2-0, maar hij stuitte op de keeper. Na een uur spelen werd Buwalda afgetroefd op de achterlijn, waarna de spits van Al Jazeera de gelijkmaker kon scoren. Ook het tweede doelpunt van NEC kwam op naam van Arnoud Groeneveld. Eindstand 2-1.